Hallo allemaal. Zoals ik iemand anders ook laatst hoorde zeggen, het is één ding voor ons om dit te organiseren en een ander ding is dat het superleuk is dat jullie ook echt allemaal gekomen zijn. Ik denk dat veel van ons wel iemand kennen in een of misschien zo'n persoon zijn, waarvan dan wel gezegd wordt dat die into psychedelica is. En waarschijnlijk hebben we ook allemaal wel iets gehoord over de mogelijk therapeutische werking van verschillende psychedelische stoffen. Maar eigenlijk weten we, tenminste ikzelf en veel mensen om me heen, weten we er eigenlijk heel erg weinig vanaf. En daarvoor zijn we hier. En we worden vergezeld door drie prachtige sprekers. Van links naar rechts is dit Daan Keijman. Kim Kuipers, sorry. En Stefan Snelders. En ze zullen zich zo meteen zelf even introduceren, omdat ze natuurlijk de specialisatie en dergelijke het best zelf kunnen verwoorden. En voor nu, ja. Psychedelics, a recurring revolution. Of psychedelisch onderzoek daadwerkelijk een terugkerende revolutie is, dat zullen we denk ik de komende jaren allemaal zelf ondervinden. Of niet. Maar het is in ieder geval revolutionair dat naar een evenement waar we het gaan hebben over de ontwikkelingen in psychedelisch onderzoek zo revolutionair veel mensen naar de Battle Break zijn gekomen. En dat is misschien al een start. Oké, jongens, mag ik graag een warm applaus voor onze sprekers en laten we snel beginnen. Dank je. Zullen we bij Daan beginnen? Prima. Ja. Mijn naam is Daan Keijman. Ik werk op dit moment voor het Trimbos Instituut op de afdeling publieke informatie. En mijn hoofdwerkzaamheden zijn bij de drugs- en alcohol-infolijn. Dat betekent dat ik helaas met name de problemen zie die kunnen ontstaan na het gebruik van alcohol en andere drugs. Zo ook na het gebruik van psychedelica. Mensen die ons bellen zijn bijvoorbeeld een bezorgde moeder die heeft ontdekt dat haar 14-jarige dochter een keer een jointje heeft gerookt. Maar ook een bezorgde dochter die merkt dat haar moeder erg agressief wordt als ze iedere avond 2 flessen wijn leeg drinkt. Dus om een beetje aan te geven dat de vragen over alcohol en drugs heel erg breed zijn. Mijn opleidingsachtergrond is socioloog en ik heb ook antropologie gestudeerd. Maar ik ben daarna een tweede master gaan doen als geestelijk verzorger. Ik begrijp dat we daar later ook nog iets... Daar gaan we het nog over hebben. Precies. Ja. Vanuit alle drie de disciplines ben ik erg geïnteresseerd geraakt in drugsbeleid. En met name in psychedelica en psychedelische therapie. Top, dankjewel. Oké, mijn naam is Kim Kuipers. Ik werk aan de Universiteit van Maastricht bij de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen. Ik ben er ook gepromoveerd in 2007 op de effecten van MDMA op cognitie en rijvaardigheid. Toen keken we vooral naar de negatieve effecten. We zijn geshift van focus. We zijn gaan kijken naar de positieve effecten. Wat doet MDMA op empathie en sociaal gedrag? Nu hebben we ons gamma aan stoffen waar we onderzoek naar doen uitgebreid. Naar psilocybine zijn we momenteel een studie naar bezig. Geven we aan gezonde proefpersonen. We doen een studie met microdoseringen van LSD. Onderzoek, we kijken dan naar de effecten op creativiteit. We doen een reeks naturalistische studies. Ook naar de effecten van psilocybine en mescaline, allerhande stoffen. Op sociaal gedrag en well-being. En wat doen we dan nog? We onderzoeken natuurlijk ook nog andere stoffen, novel psychoactive substances. Dat is het zoal, denk ik. Oh ja, wacht. Nu weet ik wat ik wou zeggen. Wij gaan binnenkort ook nog een patiëntstudie beginnen met MDMA-assisted psychotherapy. Leuk. Top, dankjewel. Mijn naam is Stefan Snelders. Ik ben historicus, werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Aan de Faculty of Science, daar hebben we een hele club History and Philosophy of the Sciences. En daar doen we vrij veel onderzoek naar drugs. Zowel de geschiedenis van drugs als actuele componenten. Zowel van geneesmiddelen, maar we zijn nu ook bezig onderzoek te starten rond patient-based networks rond medicinale cannabis. Hele actuele discussie.
Drugsgeschiedenis is eigenlijk een vak dat een jaar of 20 in opkomst is. Ik ben zelf 20 jaar geleden gepromoveerd op LSD. Sindsdien uitgewaaid naar heel veel andere drugs. Daar gaan we het ook een beetje over hebben, denk ik. Top, dankjewel. Precies. Jongens, even een kleine huishoudelijke mededeling. Als je een vraag hebt, en natuurlijk staan we heel erg open voor vragen. Linde staat hier met de microfoon in haar hand. Steek gewoon je hand op, dan komt ze langs en dan kun je een vraag stellen. Hou ze vooral niet tot het einde, tussendoor. Als we je zien, dan als er te veel vragen zijn, dan moeten we natuurlijk onderbreken en doorgaan. Maar tussendoor is er alle ruimte voor vragen. Ik denk dat we beginnen. Ja. Ja, nou Kim, we wilden eigenlijk bij jou beginnen. Wat zijn nou eigenlijk psychedelica? Kan je daar iets over vertellen, ja. Kort en bondig of zo? Kort en bondig. Die vraag die kreeg ik dikwijls. Ik dacht van, moet een beknopte definitie hebben. Wel, psychedelica dat is eigenlijk een verzamelnaam voor stoffen die duizenden jaren geleden al gebruikt werden, maar pas in 1950 hun naam hebben gekregen. Wat betekent het? Het zijn stoffen die mind-altering, dus bewustzijnsveranderende of verruimende effecten kunnen hebben. Ze intensiveren of vergroten emoties uit, leiden tot relaxatie. Sommige onderscheiden daar vier groepen in. Je hebt dan de klassieke psychedelica, waaronder LSD en psilocybine de bekendste zijn. Je hebt ook dissociatieve stoffen, zoals ketamine. Cannabinoïdes kunnen er ook onder vallen. En MDMA is dan ook een klasse. Maar als we het over psychedelica hebben, dan meestal bedoelen we dan die klassieke psychedelica. Want meestal wordt er gepraat, in de volksmond wordt er vaak gepraat over MDMA en psychedelica. Los van elkaar. Ja, maar om even nog aan te vullen, als je dan gaat kijken van hoe werken die stoffen? Ze zeggen psychedelica werken vooral op de serotonine 2A-receptor. En we weten dat MDMA dat ook doet. Dus dan zeg ik altijd van MDMA mag wel in die klasse zitten. Die mogen er ook bij. Oké. Daan, we hoopten heel erg dat jij ons kon uitleggen wat een psychedelische therapie is. Kun je daar iets over vertellen? Dat kan. Stanislav Grof is denk ik een van de eerste die ging werken met psychedelica. En ik denk dat hij een hele mooie observatie deed. Hij noemde psychedelica non-specific amplifiers. Dat betekent dat psychedelica, zoals Kim die omschrijft, stoffen zijn die reeds aanwezige processen in de geest versterkt. Dat betekent dus ook dat er een heel groot belang is van de set en de setting. De set is eigenlijk alles wat in iemand zit. Je genen, je opvoeding, je verwachtingen, waar je in gelooft. En de setting is de plek waar je dat in gebruikt, maar ook de reden waarom je het gebruikt. Dus als je dat met Kim gaat doen in een therapiesetting, zal dat heel anders zijn dan dat diegene met jou naar een rave gaat. Dat zijn twee hele verschillende settings. En dan merk je ook dat het effect van die psychedelica heel anders zullen zijn. En in psychedelische therapie wordt vooral gebruik gemaakt van het feit dat psychedelica bepaalde processen kunnen versterken. Grofweg zijn er twee vormen van psychedelische therapie te noemen. De een wordt psycholytisch genoemd. Daarbij volgt iemand langdurige psychotherapie, waar af en toe een lage tot middelmatig sterke dosis van een klassiek psychedelicum wordt gebruikt. Om bepaalde processen te versterken en om te praten over hoe is je jeugd geweest. Dat zijn eigenlijk klassieke psychotherapeutische vragen. En je hebt ook psychedelische psychotherapie. En daarbij wordt gebruik gemaakt van middelmatige tot zeer hoge dosering klassieke psychedelica. En wordt er ook wel gekeken naar de mystieke ervaringen of de transpersoonlijke ervaringen. Dus wat voorbij jouw persoonlijke leven ligt. Psychedelica zijn onbekend. Ze kunnen het gevoel van jouzelf doen smelten of doen wegvallen zelfs. En in die vorm van therapie wordt ook gekeken naar wat die ervaringen voor jou betekenen. En wat de therapeutische effecten daarvan kunnen zijn. Kim, ik denk meteen aan, in ons voorgesprek zei je eventjes, we komen er eigenlijk achter dat we er niet, we komen er steeds meer achter dat we er niet zoveel over weten. En nu hoor ik jou het hebben over non-specific amplifiers.
wat me ook een beetje in de enige safety in zit. Namelijk, ja, non-specifiek. We weten, of het is heel erg persoonlijk, dus de effecten van het nemen van psychedelica zijn enigszins te voorspellen, maar niet volledig. En we weten er dus eigenlijk niet zo heel erg van, niet compleet veel vanaf. Ja, ik denk wat ik bedoelde is, we kunnen niet precies uitleggen hoe ze werken in de hersenen of op receptoren of welke concepten dan ze precies beïnvloeden. Dat is wat ik bedoelde. Oké. Ik had nog een kleine doorvraag over welke stoffen worden er meestal gebruikt voor een psychedelische, een psychoanalytische therapie bijvoorbeeld. De stoffen die in ieder geval door Stanislav Grof heel erg stevig en ook door Sandison onderzocht zijn, zijn LSD. Door wie? Twee psychiaters. Oké. Okay. Het staat op de video, toch? Dat kun je later terugkijken. Sanderson en Grof. Okay. En zij onderzochten met name LSD, maar ze hebben ook gekeken naar psilocybine en naar een stof die eigenlijk heel erg uit zwang is geraakt, namelijk DPT. Uit mijn hoofd, dipropyltryptamine. Deze stoffen worden dan gegeven tijdens de therapie. Maar MDMA-therapie is natuurlijk iets dat op dit moment ontzettend, ik zou bijna willen zeggen, populair is. Of het krijgt in ieder geval heel erg veel media-aandacht. En ten dele ook terecht, omdat de resultaten van de behandeling met MDMA bij PTSS, in vergelijking met andere behandelingen, ronduit veelbelovend te noemen zijn. Maar ik denk ook dat het is MAPS, de Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Noemen we dat een instituut voor psychedelische studies? Even een van de grootste instituten. Non-profit orgaan voor psychedelic studies. Ja, MAPS heet dat, jongens. Ja. Niet Google Maps, maar maps.org is het. Inderdaad. Ja. Dus ik wou gewoon aanvullen van waarom de MDMA nu misschien op de voorgrond komt, is omdat MAPS al 30 jaar aan die kar zit te trekken. Dus ze zijn echt al, dan moet ik ze even terugtellen, misschien bijna 20 jaar met studies bezig. Psilocybine, daar komt nu pas een bedrijf achter. Dus daarom dat onderscheid, denk ik. Het feit dat de trials met MDMA-geassisteerde psychotherapie, dat die zo ver zijn, wil niet per definitie zeggen dat die het best werken, maar gewoon dat, laten we zeggen, de stof is waarop gefocust wordt. En dat wellicht als we over 30 jaar weer bij elkaar zitten, dat we zeggen, het zijn totaal andere stoffen, maar ze zijn niet echt vergelijkbaar. Ja, misschien niet totaal andere stoffen, maar dat het dan wel combinaties gaan zijn van stoffen of zo. Dat je niet MDMA-assisted psychotherapy hebt, maar dan misschien MDMA en dan ook nog een sessie met psilocybine of omgekeerd. Ja, om toch even terug om door te gaan naar Steffen, wilde ik aan jou vragen dat jij weet veel over LSD en over de historie ervan. En is LSD historisch gezien de meest onderzochte psychedelica voor behandelingen? En werd het al gebruikt bijvoorbeeld? Kan je daar iets over vertellen? Nou ja, LSD had of heeft zelfs een vrij groot voordeel ten opzichte van andere stoffen die het ook zo interessant maakten. Met name in het onderzoek in de jaren 50 en 60. Dus LSD is ontdekt eigenlijk, of de werkingen van is ontdekt in 1943. Het is daarnaast vrij snel toegepast in psychiatrische inrichtingen. Zowel voor psychotherapie als voor andere doeleinden. Daar kunnen we misschien straks over hebben. Maar wat was nou het interessante van LSD vergeleken met bestaande psychedelica of zo heette dat toen nog niet. Een oude naam is trouwens Fantastica, hè? Die bestaat al veel langer, dat is een hele mooie. Fantastica? Ja, van Louis Lewin. Maar het interessante van LSD is dat het in microgrammen werkt. En elk tot dan toe bekend hallucinogeen, bijvoorbeeld mescaline, wat uit de peyote-cactus, wat vrij, wat ongeveer gelijke werking heeft, werkt al in milligrammen. Dat zijn dus hoeveelheden die zijn 1000 keer zo groot. Dus je moet heel goed begrijpen dat als dit geen water was maar LSD, kan ik niet alleen Amsterdam, maar waarschijnlijk de hele provincie Noord-Holland vandaag nog high maken door het in het drinkwater te gooien.
Nou, waarom is dat interessant voor met name biologisch onderzoek? Omdat, Kim geeft al aan, het werkt aan op de serotonine-receptoren. Het blijkt dus dat een stof die eigenlijk zo, in zulke kleine hoeveelheden de hersenen beïnvloedt, als zo'n enorm resultaat kan hebben. En dat is natuurlijk voor biologische onderzoekers was dat natuurlijk helemaal geweldig. En als drugproducent en drugdealer is het natuurlijk ook helemaal geweldig, want je hoeft alleen maar wat van die vloeistof op een papiertje te doen en dat te verkopen. En dat is ook makkelijk vervoerbaar en niet traceerbaar. Ik kan me voorstellen dat ook de dosis misschien iets beter te reguleren is. Of is dat echt als een leek een goed idee, maar pure onzin? Niet als je zo'n papiertje koopt, want het wordt er gewoon opgestreken. Nee, natuurlijk. En, niemand weet. Ik bedoel meer in vergelijking tot psilocybine, wat bijvoorbeeld in Magic Mushrooms We hebben het nu over psilocybine als gesynthetiseerd middel. Dus de psilocybine uit, door dezelfde man die LSD heeft ontwikkeld, heeft ook psilocybine uit de paddenstoel gehaald. Dus dat kan even goed. Alleen plantaardige psychedelica, zoals ayahuasca, cannabis, daarvan kunnen we eigenlijk niet goed doseren. Okay. Maar alles wat gewoon uit het laboratorium komt, dat kan je precies dat doseren. Kun je precies. Relevant is ook, denk ik, dat als we het over de setting hebben, dat we het vandaag hebben over de klinische setting. Ja. He, inderdaad, als jij op de vrije markt, zwarte markt in dit geval, LSD koopt, dan weet je niet hoeveel erin zit of erop zit. Er is een tijd geleden, een aantal jaar terug, wist je niet eens zeker of het LSD was. Dus laat je drugs altijd testen als je zoiets van plan bent. Op het moment dat je naar psychedelica geassisteerde psychotherapie gaat, dan krijg je een farmaceutische grade, noemen ze dat, een medicijn. Dan is het ook geen drug meer, dan hebben we het over medicijnen. En daarvan weten we precies hoeveel het is, dat is heel goed te doseren, dat wordt onder de juiste omstandigheden bewaard. En dat is een hele andere setting. En volgens mij hebben we het daarover vandaag. Graag, ja. Ik weet niet of dit voor iedereen bekend was, maar ik moet eerlijk zeggen dat als ik een artikel lees over psilocybine, dat misschien niet dat ik er veel over nadenk, maar dan waarschijnlijk de associatie maak met paddenstoelen, in plaats wat ze dan gebruikt hebben voor het onderzoek, in plaats van gesynthetiseerde, geïsoleerde psilocybine. Dus, sorry dat ik eventjes hier iets over wil zeggen. Ik vind dat je kunt niet een onderscheid maken tussen medisch gebruik, precies afgemeten, dat kunnen we veilig doen, en niet medisch gebruik. En dan is het een rotzootje wat je krijgt. En dan is het onveilig. Het kan vaak genoeg ook andersom, want er zijn ook in klinische settingen best wel dingen verkeerd gegaan. En een hele hoop mensen uit de psychedelische underground weten best precies. Dus ik denk, medicijnen, drugs, die grenzen zijn natuurlijk vaag. En het interessante van discussies over dit onderwerp is, denk ik, dat we opnieuw aan de orde stellen, wat is nou, wie bepaalt nou eigenlijk de grenzen tussen die middel? Wanneer is het een medicijn? Wanneer is het een drug? En waarom is eigenlijk een medicijn een drug geworden? Dat is ook nog een interessante Ja, Stefan, vraag. Dit lijkt mij een heel mooi bruggetje om naar jouw boek te gaan. Dat is de bedoeling, ja. Ja, toch? Want jij hebt een boek geschreven over LSD in Nederland. LSD-therapie in Nederland, als ik het goed zeg. En kan je iets vertellen over waarom LSD zo populair werd als een drug? En hoe dat in Nederland zich ontwikkelde? Ja, dan ga ik even heel snel proberen een geschiedenisverhaal samen te vatten. Want je moet, net zoals bij LSD, gaat alles over de setting en de set. Maar als je naar het maatschappelijk gebruik gaat, gaat alles natuurlijk over de contextuele setting. Nou, de jaren 50 is eigenlijk het grote decennium van de opkomst van de psychofarmacologie in de psychiatrie. Want er komen op dat moment allerlei middelen beschikbaar waarmee we uiteindelijk denken dat we door chemische middelen problemen oplossen. En het belangrijkste middel uit die tijd is bijvoorbeeld chlorpromazine. Dat is ontwikkeld zodat schizofrenen niet meer in een gesticht hoeven te zitten,
maar als een onderhoudsdosis kregen, vrijgelaten konden worden op straat. Dus het onderdrukte allerlei symptomen. En LSD was zo interessant omdat het omgekeerde leek van chlorpromazine. Namelijk, je kon allerlei dingen oproepen. En dat oproepen is belangrijk in psychotherapie, zeker in die tijd, want die wordt beheerst door de psychoanalyse. En dan heb je, ik ga het nu even heel amateuristisch zeggen, je hebt dus mensen die niet kunnen of willen praten over allerlei trauma's, herinneringen, etc. En voor de psychiaters was dat juist zo interessant dat je LSD, psilocybine, ze gebruiken trouwens ook andere middelen, kan je die mensen openbreken. Zoals bijvoorbeeld Bastiaans in Leiden deed met concentratiekampslachtoffers. En dat had nog een voordeel, want dit was ook heel interessant voor de CIA en andere inlichtingendiensten. Want altijd interessant om herinneringen open te breken uit een spion of een gevangene. Dus die pompte ook heel veel geld in psychiatrisch onderzoek. Dus heel veel kennis die wij hebben, hebben mee. Ja, funding is altijd belangrijk voor wetenschappers, zoals Kim zal beamen. En in die tijd, kregen ze daar ook heel veel funding voor. Dus dat, en plus, en dat is een derde punt wat heel belangrijk is. En dat is denk ik het grote verschil met waar we vandaag over hebben. Een psychiater in die tijd kon gewoon doen en laten wat hij wilde. Geen protocollen, er zijn geen regels voor verslaglegging, dus niks. Het zijn de traditionele dokters, die kunnen het gewoon doen. Wat ik super interessant vond aan wat je me eerder vertelde over waarom LSD zo populair werd, was dat er meerdere partijen geïnteresseerd waren in de stof om verschillende redenen. En dat het zowel als onderzoekstoel als medicijn beschouwd werd. Zeg ik dat goed? Of praat ik dan over de verkeerde stof? Dat ze dachten aan de hand van LSD meer over het brein te weten te komen, bijvoorbeeld. Ook, ja. En dat is die aspecifieke werking waar we het over hadden. Daar is nog iets over te vertellen, maar dat zal ik straks proberen te doen. Maar die aspecifieke werking betekent dat heel veel mensen het voor hun eigen doeleinden konden inzetten. Dus de psychiaters, de inlichtingendiensten, maar ook de opkomende psychedelische bewegingen en filosofen als Aldous Huxley, die heel veel invloed kregen op de opkomende tegencultuur. En daar is het helemaal niet de bedoeling dat je herinneringen aan trauma's ophaalt. Daar is de bedoeling dat je één wordt met het goddelijke en door de spelletjes van de maatschappij heen kijkt. Dus en dat kan allemaal met LSD. Maar ik denk dat je meer doelt misschien op PCB of zo, wat dan, of LSD, wat psychotomimetische effecten heeft. Zoiets als, ja, lijkt op een psychotische stoornis. Oei. En dat je door die middelen te geven beter kan begrijpen, beter de biologische ondergrond van schizofrenie kan. Misschien dacht ik aan de Ook ze gebruikt het ook om te weten hoe een psychoticus dacht. Okay. Dus niet alleen de biologische achtergrond, maar ook de mentale gestelte. Je noemde even die Bastiaanse. Wat? Oh, wil jij iets zeggen? Oké, jij noemde even die Bastiaanse therapieën en hoe dat er toen uitzag. En dan vroeg ik me af wat een groter verschil dan is. Nou, dat heb je al een beetje gezegd, met toen en nu. Dus nu heb je veel meer strikte regels. Maar misschien kan Kim er ook wat over zeggen. Hoe ziet dat er eigenlijk nu uit? Hoe strikt is dat nu? Hoe strikt? Er is een heel protocol. Een patiënt die wordt eerst en vooral voorgelegd van wat betekent dat MDMA nemen, wat kan er gebeuren, wat effecten ervaar je. En dan gaat hij het traject in. Die gaat twee of drie experimentele sessies, noemen ze dat, ondergaan. Dat betekent dat de patiënt daar MDMA gaat krijgen. We weten dat MDMA ongeveer na een drie kwartier piekt, de ervaring. Dus we geven de patiënt MDMA, we laten die ervaring doorgaan. Na 2 uur wordt gevraagd van wil je nog een tweede dosering? Dus dan kunnen ze kiezen om nog bij te nemen en verder te gaan in hun ervaring.
Het is vooral de bedoeling dat er zijn twee therapeuten die zitten bij de patiënt, meer om hen de hele tijd terug te brengen naar een ervaring. Niet om hen te gaan zeggen wat ze moeten doen, maar gewoon ondersteunend zitten ze erbij. Dus twee therapeuten zitten er 8 uur lang langs de patiënt en proberen de ervaring te begeleiden. De dag nadien, dus de patiënt blijft de hele tijd blijft een beetje bij de therapie, bij de behandeling. Die blijft daar slapen en de dag nadien vindt integratie plaats. Oh, die blijft ook slapen? Het is ook dadelijk, de partner mag ook blijven slapen, dat hebben ze ook graag. Dus dat het een steunende omgeving is. De dag nadien vindt dan integratie plaats, gevolgd door wat psychotherapeutische sessies. En dat proces wordt opnieuw herhaald 2 of 3 keer. Ik ben heel benieuwd naar, je had het er een beetje eerder over. Dus zal ik even 1 korte vraag nog doen en dan een vraag uit het publiek? Je had het kort over dat vroeger, misschien laat de ondertitel van je boek het wel zien. Volgens mij is het iets van experimentele psychoanalyse met LSD. Experimenteel therapeutische benadering. Ja. Een suffe titel, maar goed. Ik ben heel erg benieuwd naar het verschil van in methodologie, dus het protocol versus het. Je benoemde het in ons voorgesprek een keer het tekortschieten aan aantekeningen, ben ik geneigd om te zeggen, eigenlijk, wat vroeger vereist was. Slaglegging, ja. Nou. Kijk, praktisch gezien is het verschil eigenlijk niet zo groot. Het is nu, zoals Kim aangeeft, heel erg geprotocoliseerd. Maar dat moet tegenwoordig, want dat moeten alle behandelingen. Het verschil met vroeger, en dat is eigenlijk interessanter, is bijvoorbeeld vanaf 1966 heb je iemand nodig met een opiumvergunning. Je hebt heel veel legale restricties, waardoor je niet... Zij heeft nu een mooi project, maar ze kan niet zomaar besluiten, ik ga een paar patiënten met MDMA behandelen. Precies. Want je hebt, ik noem alleen al de opiumwet en de verzekeringen. Is ook nog de context van een drugsklimaat. Maar buiten wat jij zegt, die praktische dingen, denk ik dat wat ik gezien heb van die video's, is dat empathie vooral ontbrak toen. Indertijd, en dat het nu wel anders is. Nou, dat denk ik niet. Kijk bijvoorbeeld, als je die video's van Bastiaan, die zijn ook op het internet. En Bastiaan was wel, hij probeerde je wel open te breken. Ja. Dus als jij in een concentratiekamp had gezeten en je wilde er niet over praten, dan was hij niet te beroerd om een grammofoonplaat met een speech van Hitler te draaien. Zodat je lekker op LSD weer in de oorlog terecht kwam. Dat is manipulatie van de setting. Maar hij had ook heel belangrijk, hij had natuurlijk een heel team van verpleegsters om zich heen. Die volgens mij even belangrijk waren, die bemoedigden, die hielpen. Die staan dan weer niet op die film natuurlijk. Maar dat soort experimentele benaderingen van ik manipuleer de setting naar zo'n extreme en naar zo'n extreem klimaat. Om te kijken of het werkt, dat is nu natuurlijk een beetje not done, neem ik aan. We gaan niet provoceren, nee. Maar toch? Ze worden in een warme omgeving komen ze. Ja. Ze liggen op hun bed, ze krijgen eyeshades, hoe noem je dat? Ooglapjes voor, dat ze echt in hun ervaring gaan zitten. Ja. En ze krijgen ook muziek aangeboden. Oh, ja. Zullen we heel even naar de vraag uit het publiek gaan? Ja, het werd zojuist al even aangestipt, maar hoe ingewikkeld is het om zo'n onderzoek te initiëren wanneer middelen op lijst 1 van de opiumwet staan? Dus ik zal beginnen met gezonde proefpersonen waar wij mee begonnen zijn. Hoe moeilijk is dat? Je moet dat opiumverlof krijgen. Dat betekent dat je de faciliteiten moet hebben die goedgekeurd zijn door het ministerie. Praktisch is dat een kluis hebben waar die materialen kunnen in opgeslagen worden. De hele infrastructuur moet erop voorzien zijn om dat te mogen opzetten en hebben. Ik ben super geïnteresseerd in hoe een instituut als Trimbos nou aankijkt naar de
naar de, laten we zeggen, de wetenschappelijke ontwikkelingen in de psychedelische wereld? Ik denk dat Trimbos is een wetenschappelijk instituut. Dus wij zijn geïnteresseerd in de wetenschap. En het is niet te ontkennen dat de psychedelic underground, waar jij ook aan refereerde, dat er ontzettend veel anekdotisch bewijs naar boven is gekomen. Ja. Er is een reden dat onderzoekers dit zijn gaan onderzoeken. Mensen hebben bepaalde ervaring met deze middelen. En zo ook met ketamine. Mensen die na het gebruik van ketamine ineens niet meer depressief zijn. Dat is de aanleiding geweest voor onderzoekers om dit serieus te gaan onderzoeken. En het Trimbos erkent dat wel, maar zegt tegelijkertijd, we zijn in een heel vroeg stadium. Er is heel veel historisch onderzoek dat voor een deel niet meer voldoet aan de gouden standaard van nu. Methodologisch. Ja, waar we net over hadden. En er is nu een groeiend lichaam, zeg je dat ook zo in het Nederlands? A growing body of scientific literature. Maak het duidelijk. Die positieve bevindingen doet over psychedelica. Maar er is net een heel mooi artikel verschenen van Barnby en Mehta. En de titel is Don't Lose Control. En hun argument dat zij voornamelijk naar voren brengen is, zorg ervoor dat de onderzoeken die nu gaan komen, dat die hele sterke controlegroepen hebben. Precies. Dus dat je op een hele sterke manier dubbelblind met controlegroepen gaat bekijken, wat zijn nou de effecten? Wat kun je toeschrijven aan de therapeutische setting? Aan het therapie-effect. Hè? Het feit dat iemand luistert voor het eerst iemand naar me en met depressie verdwijnt een beetje. Of het feit dat sommige depressies natuurlijk verminderen. Die hebben ook een natuurlijk verloop waarbij ze erger worden en weer minder erg worden. Ga nou onderzoeken in hoeverre het specifiek die middelen zijn. En ga ook onderzoeken waarom die middelen zo goed werken. Dus het is niet alleen binnen de therapie dat het onderzocht moet worden, maar ook binnen de neurofarmacologie dat dit onderzocht moet worden. En het Trimbos Instituut is heel erg terughoudend, net als de auteurs van dit artikel, omdat op het moment dat er in de media heel erg enthousiast over gedaan wordt, ten eerste gaan mensen zelf experimenteren. Dat kan twee kanten opgaan. Over heel erg enthousiast gesproken. We hebben ondertussen even een slide op de twee beeldschermen, dat weet. Precies, Magic Mushrooms Reboot Brain in Depressed People Study. Sommige studies hebben een N van 15. Dat betekent dat er 15 mensen zijn. He, en die kop suggereert niet dat dit een kleine studie is. Die kop suggereert, dit is een hele grote studie. Nogmaals, de effecten die gemeten worden in die studies, die zijn echt veelbelovend. Maar op het moment dat je de inclusiecriteria, die nu heel streng zijn, bijvoorbeeld iemand met bepaalde persoonlijkheidsproblematiek of een bepaalde type depressie, mag nu niet meedoen. Op het moment dat je die losser gaat maken en de onderzoekspopulaties worden groter, dan zul je zien dat er voor sommige mensen deze medicijnen helemaal niet zo goed werken. Of misschien zelfs averechts werken. En daarom is het zo belangrijk om nu, zeker in de media, terughoudend te zijn met een soort halleluja-sfeer. Het is een afwisseling van de jarenlange demonisering, waar heel erg veel mythes over drugs eigenlijk de boventoon voerden. Het is heel fijn dat we dat niet meer hebben. Dat we dat achter ons kunnen laten. Maar, ik wil hier toch even op ingaan. Ja, ik applaudisseer het geloof van de Trimbos in de wetenschap. Helaas deel ik dat zelf niet zo. Ik denk dat dit is ook een politieke kwestie. Je ziet het op meer terreinen. Namelijk, wat is de validiteit van leken expertise op dit gebied? Dus je ziet bijvoorbeeld een medicinale cannabis, dat een hoop patiënten hebben eigenlijk veel meer verstand en ervaring met het gebruik van cannabis voor de verlichting van hun symptomen dan hun dokters. Alleen, er zijn natuurlijk geen double-blind studies die dat bevestigen. Wat doen we dan? Gooien we het leken expertise het raam uit? Bovendien pleiten wij trouwens al jaren voor niet double-blind, maar double-conscious studies op dit gebied. Omdat het ware potentieel van LSD, ja, dat is een beetje alsof je een alsof je mij in de racewagen van Verstappen zou zetten. Nou, dat gaat niet helemaal goed. Je moet Verstappen in de racewagen van Verstappen zetten en kijken wat daarmee gebeurt. Dus ik heb wel een beetje. Ik begrijp dat de Trimbos deze positie heeft, maar dat is ook gewoon een politieke positie. Volgens mij hebben we nog even een vraag uit het publiek. Ja, ik heb ook de MAPS Manual for Psychotherapy bekeken. En het leek dat voor psychedelica zoals psilocybine en voor
MDMA dat het protocol redelijk overeen lijkt te komen. Zouden jullie wat kunnen vertellen over wanneer je welke van de twee zou adviseren in bepaalde situaties? En ja, wat de voordelen en nadelen van elk zijn? Ik denk dat dat een heel valide en interessante vraag is. En dat is iets wat ik ook altijd aanstip. Wij moeten nu juist gaan ontdekken in voor welke stoornissen welke middelen het beste werken. Want nu komt het over als psychedelica, wondermiddel, helpt voor alles. Je hoort ook mensen die zeggen van, en dan heb ik het even over microdosering, ik gebruik het voor ADHD of ik gebruik het voor veel depressie. En dan, het komt haast over alsof het voor alles werkt. En dat denk ik dat niet zo is. En we moeten ook goed gaan kijken van, misschien moeten we middelen gaan combineren, niet tegelijk geven, maar eerst starten met psilocybine of zo, daarna MDMA of omgekeerd. We weten het gewoon allemaal nog niet. Maar MAPS wil nu gaan voor PTSD als indicatie, dat ze daar tenminste FDA-approval voor hebben. Maar tegelijkertijd zijn er ook studies die dan gaan kijken, zoals er laatst eentje verschenen is, naar sociale angst bij autisme-spectrumstoornissen. Dat zijn dan off-label gebruiken. Maar langzaamaan kunnen die stromen dan ook ontstaan. En dan gaan we gewoon kijken van waar helpt het beste voor. Als je kijkt naar antidepressiva, dat schrijven ze ook voor alles voor. Maar dat helpt ook niet altijd even goed. Ik heb heel even een doorvraag. Eigenlijk had ik een andere vraag in gedachten, maar wat kunnen we dan nu wel leren van, laten we zeggen, psychonauten? Mensen die amateuristisch, niet in een therapeutische setting, psychedelica gebruiken. Want de verhalen zijn enorm. Mensen gebruiken het voor clusterhoofdpijn, heb ik gelezen. En mensen gebruiken het waarschijnlijk stotteren, heb ik langs voorbij zien komen. Wat kunnen we nou wel leren van het, laten we zeggen, het non-therapeutisch veld en de verhalen daaruit? Ja, wil ik graag beantwoorden. Want ik denk dat we daarvan kunnen leren heel veel. Want ik denk dat we bij al die psychonauten moeten beginnen. Ook underground therapie, dat we moeten kijken van welke mensen komen daar met welke stoornissen. Hoe doen zij het? Want nu zijn die therapieën zo opgezet dat het één patiënt per keer is. Zo retreats of underground therapeuten, die doen het in groepscontext, waar ook heel veel voor te zeggen valt. Want we weten bijvoorbeeld als MDMA in een groepscontext gegeven wordt, dat mensen meer vertrouwen krijgen, wat ook heel belangrijk kan zijn. Dus ik denk, we moeten dat erg waarderen, wat mensen rapporteren. En we moeten dan gaan onderzoeken van, doen studie met mensen met clusterhoofdpijn. En waarom werkt dat nu precies? Dat is mijn drive. Ik wil graag dat biologische begrijpen om het te verkopen. Dus eigenlijk luisteren, de verhalen observeren, underground onderzoek doen. En dat een beetje als inspiratie gebruiken voor, oh, underground onderzoek, dat klinkt heel illegaal meteen waarschijnlijk. Dat had ik even niet door. Wat je goed moet begrijpen is het gaat natuurlijk verder. Het hele MDMA-therapie die Kim net geschetst heeft, is eigenlijk al voortgekomen uit de underground van de jaren 80. Toen MDMA-therapie op gigantische schaal is gebruikt in Amerika en in Europa. Het middel was nog niet eens illegaal toen. En al die ervaringen, en daar is natuurlijk ook MAPS uit voortgekomen, al die ervaringen zitten al in hoe gedreven wetenschappers als Kim ermee omgaan. De wetenschappers die er nu mee bezig zijn, gebruiken natuurlijk al die lay expertise. Ja. En in zekere opzicht proberen ze nu eigenlijk te bewijzen wat eigenlijk al lang is ontdekt. Ik heb nog een vraag aan Kim. Je doet onderzoek naar de relatie tussen psychedelica en creativiteit. Is hier kort iets over mee te delen? Over de... Kort? Ja, sorry. Ja, dit is een lunchpauze discussie. Dus daarom proberen we het allemaal kort en effectief. Ja, wat wil je weten? Ik zal even beginnen met de eerste studie die we gedaan hebben. Effecten van ayahuasca. Ja, zeg maar. Oh, sorry. Ja, ik denk specifiek aan, heb ik dan even een beetje uitleg nodig bij de definitie. Convergent thinking en divergent thinking? Ja. Zo operationaliseren wij het. Je hebt creativiteit, wat bestaat uit de brainstormfase, divergent denken, out of the box gaan denken. En dan heb je de volgende fase die daarop volgt, dus convergent denken, naar de juiste oplossing komen.
Wat hebben wij aangetoond? Dat als mensen onder invloed van ayahuasca zijn, dat een divergent denken toeneemt. Dus ze kunnen meer out of the box gaan denken. Wat we ook hebben aangetoond, is dat wanneer ze onder invloed zijn, hun convergent denken eraan is. Dus niet meer goed functioneert. Waarom is dat nu belangrijk? Als je ayahuasca, en ze hebben het ook al gebruikt in mensen met depressie, als je dat wil gaan inzetten in een therapeutisch context, is het belangrijk, mensen met depressie die hebben een heel rigide denkpatroon, is het belangrijk dat die meer out of the box kunnen gaan denken. Dus acuut gaat dat helpen, maar je wil ook dat ze tot een oplossing gaan komen, dat ze dan ook een beter denkpatroon gaan aannemen. En dat stuk is dan, werkt dan niet onder invloed. Maar wij zijn aan het kijken van wat het doet de dagen na inname van de stof. Want dan moet het weer fatsoenlijk werken, zeg maar. Ja. En Daan, als geestelijk verzorger, zie jij kun je iets vertellen over de mogelijk psychologische waarde van flexibel denken of out-of-the-box denken? Nou, ik zou zelfs nog een stap terug willen zetten. Ja. En wat mij als geestelijk verzorger bijzonder fascineert en raakt, is dat de therapie waarin deze stoffen zijn ingebed een sterk existentieel karakter hebben. Dus ze kijken niet alleen naar wat is jouw psychologische probleem, bijvoorbeeld een depressie, maar ze zetten een stap achteruit en zeggen ook, hoe zie jij jouw leven? Hoe begrijp je dat leven? En wat we weten uit heel veel onderzoek is dat psychedelica ook ontzettend kunnen bijdragen aan het gevoel van betekenis dat mensen aan hun eigen leven geven. Dat noemen sommigen de spirituele dimensie. Seculierdere term is dus de existentiële dimensie. En de context van die therapie is ook heel erg non-directief. Dat betekent dat je inderdaad niet als therapeut gaat sturen, maar mensen zelf heel erg het middel laat volgen. Dus laat ervaren wat dat middel doet. En eigenlijk op het moment dat ze daarvan afwijken, ze dan op een hele gentle manier terugbrengen naar, hè, we zijn hier wel voor een reden. En het feit dat de nadruk daarop zo sterk is, dat vind ik als geestelijke verzorger heel erg bijzonder. Want dat is precies waar geestelijke verzorging ook over gaat. Hoe geef jij betekenis aan je leven? En op het moment dat je op een hele lange tijd, op een hele rigide manier hebt nagedacht over jouw leven, of niet hebt nagedacht over de zin van jouw leven, dan is het plotselinge openen daarvan, hè, van het nadenken daarover, kan een enorme verandering teweeg brengen en creëert heel veel openheid om daarover te gaan nadenken. En een beetje door dat rigide denken misschien heel erg lang te hebben geoefend, om het maar even zo te zeggen, of slachtoffer te zijn geweest aan een rigide denkpatroon, misschien wel jezelf een beetje de mogelijkheid hebt verloren om zonder hulp van buitenaf, of misschien in ieder geval heel erg geholpen kan zijn in een therapeutische setting die je even helpt om daaruit om jezelf daar uit te springen of de weg uit te vinden. Ja, ik denk dat het doel van heel veel verschillende vormen van therapie is dat iemand autonoom wordt. Dus voor zichzelf een hoge mate van zelfsturing kan verwezenlijken en voor zichzelf kan bepalen, dit is hoe ik zin en betekenis geef aan mijn leven, hoe ik mezelf begrijp en hoe ik de heftige traumatische ervaringen in mijn leven begrijp. En in de volksmond wordt dat, en ik krijg er altijd jeuk van, wel eens een plekje geven genoemd. Maar ik denk dat we in die richting moeten denken. Ja. Volgens mij hebben we ook nog een inspringer. Spring in. Ja. Ik had nog een vraag over het onderzoek, want dat NS15. Ieder persoon is anders. En hoe ver? Kun je misschien ietsje harder praten of ietsje dichterbij? Ja, dat is perfect, dankjewel. Je had het net over het onderzoek van 15 personen, maar elke persoon is anders. Dus in hoeverre schalen jullie de karakters van die mensen? Kunnen jullie het horen? Laat ik heel algemeen antwoord geven. Bij kleine onderzoekspopulaties spelen individuele verschillen gewoon een grotere rol. En dat is de reden dat het belangrijk is dat er meer onderzoek wordt gedaan met grotere onderzoekspopulaties. Want dan kun je over een bredere linie gaan zeggen, hey, bij mensen met dit soort karakterstructuur of persoonlijkheidsproblematiek of ziektebeeld of genetische opmaak, kunnen we gaan vaststellen, wat Kim ook net aangeeft, dat bepaalde middelen wel of bepaalde middelen niet werken.
Maar het ultieme is dan dat je een binnengroepstudie gaat opzetten. Dat je gaat zeggen van, ik neem een groep met patiënten en de helft daarvan die laat ik eerst de placebo-conditie doorlopen. En de andere helft daarvan, dus eerst de ene helft start met placebo, de andere helft met MDMA en dan wissel je halverwege. Jongens, we moeten eventjes onderbreken jongens, want we hebben nog een kwartiertje en heel veel interessante vragen. Ja, Kim, jij had een statement volgens mij over dat het werkt. Stefan was dat, sorry. Oh, sorry, Stefan. Sorry, sorry Stefan. Dat het werkt verzekert geen terugkeer van de psychedelica. Sorry, zeg het nog eens. Dat het werkt verzekert geen terugkeer. Dat was een statement. Dat een middel werkt verzekert geen terugkeer de maatschappij in. En... Nee, ik ben altijd de Joy Kill die bij dit soort discussies een soort meta-perspectief mag innemen. Ja, het is natuurlijk naïef om te denken dat als je, misschien denken jullie dat ook, maar het is naïef om te denken dat als je een wetenschappelijk bewezen therapie hebt die goed werkt, dat die dan ook ter beschikking wordt gesteld aan iedereen. Er zijn al zoveel elementen die een rol spelen. Denk alleen maar aan verzekeringen. Denk alleen maar aan het feit dat er heel veel belangen spelen in de gezondheidszorg. Kijk, niemand heeft eigenlijk belang bij die hallucinogenen, ook al werken ze. Een verzekeringsbedrijf betaalt liever voor een pil die je op onderhoudsbasis kunt innemen, dan dat die Kim en een aantal andere therapeuten 3 dagen moet betalen om iemand te begeleiden en om een hele inrichting omver te gooien. Dus dat zou 1 hoorde zijn die je moet nemen, namelijk je moet de kosteneffectiviteit bewijzen. Dat klopt, want, om even te onderbreken, als mensen er na 3 experimentele sessies en ik weet niet juist hoeveel therapiesessies van af zijn, in plaats van jarenlang bij een therapeut te moeten lopen en een middel te slikken, dan dat is, je moet de balans opmaken, de kosten en de baten. Ja, maar dan gaan we dus ook nog vanuit dat iedereen dan ook nog verzekerd is voor dit soort dingen. Nou ja, als je, en met name in Amerika, waar natuurlijk het grootste bolwerk is van dit soort onderzoek, is dat helemaal niet het geval. Dus dan heb je ook nog een probleem. Dus die mensen zullen dan alsnog een toevlucht moeten noemen tot de underground therapieën. Kunnen we zo meteen misschien iets over zeggen. De farmaceutische bedrijven hebben natuurlijk helemaal geen enkel belang bij deze middelen. Er zitten geen patenten op. Dus als er in de maatschappij geen plek is, bijvoorbeeld binnen ons, als we te vastgenageld zijn aan een economisch model waar een psychedelische therapie buiten valt, doordat het initieel veel kosten teweeg brengt, namelijk een aantal therapeuten voor een aantal dagen, dan moeten we toch met de koppen rond de tafel om te bedenken hoe er dan wel een plek in de maatschappij. Ik was er niet eens uitgepraat. Daar kan het nog steeds aangenomen worden. Ik bedoel, als er 30 mensen uit Afghanistan getraumatiseerd terugkomen en ze kunnen geholpen worden, dan zal iedereen opeens juichen. Alleen, deze middelen zijn natuurlijk niet nieuw en we hebben al 25 jaar een war on drugs. En een van de redenen waarom therapieën als die van Bastiaans niet meer werden voortgezet, is omdat mensen zeiden, je kan niet tegen mensen zeggen, LSD is goed voor je in een therapeutische setting, en het dan toch nog steeds verbieden aan mensen die het op straat gebruiken. Oh, dat is een politieke klimaat. Dat zijn heel veel dingen waar ik op wil reageren. Eerst en vooral, bedrijven kunnen wel nog interesse hebben, want ze kunnen nog steeds, oproep aan bedrijven, ze kunnen nog steeds een patent nemen als ze een bepaalde formulatie van de substantie hebben. Dat kan, want dat is ook wat met psilocybine nu gebeurt. En dan denk ik ook dat je moet zeggen, je kan wel duidelijk die scheiding maken van straatgebruik en gebruik in een therapeutische context. Want het is niet dat we op voorschrift dat even bij de apotheek kunnen gaan afhalen. Dat wil je niet. Dat is wat ik jou ook zei. Je kan gaan leren autorijden alleen. Willen we dat? Nee, dat willen we niet. We willen gewoon een rijinstructeur langs ons die ons even helpt in die tocht. En dat moet verkocht worden. We willen gewoon therapie.
Maar je kan die middelen gewoon bestellen via het internet. Maar dat doen we allemaal niet. Dat is het. Het is psychedelic assisted psychotherapy. Het is een totaalpakketje. Niet alleen die stof nemen. Sorry. Ja. Maar er zijn, dankjewel. Er zijn toch ook al andere drugs die illegaal zijn, die wel al gebruikt worden in bijvoorbeeld ziekenhuizen of dat soort dingen. Dus dan, dat is ook al een, misschien een tegenwoord. Maar je ziet aan de opiatencrisis in Amerika, dat die waar dus 6000 mensen per jaar nu gaan sterven aan overdosissen, dat die scheidslijnen tussen de geneesmiddelenmarkt en de illegale drugsmarkt, die zijn heel poreus. Ja. Dus ik bedoel, ik ben het helemaal eens met Kim. Ik zeg alleen, wees nou niet zo naïef om te denken, oh, dit is fantastisch en we hebben de double blind studies en daarom ga je het in kunnen voeren. Ja. Zo werkt dat niet. Ja. Laten we een beetje vooruitkijken, alsjeblieft, jongens. En daarvoor hebben we deze beste man. Ja, jullie kunnen het niet zien. Stefan, we hebben een plaatje van Rick Doblin. De founder en executive director van MAPS, dus dat Instituut voor Psychedelische Studies. En met een claim, MDMA is een FDA-approved prescription medicine by 2021. Zullen we aan de linkerkant beginnen en dan zo naar rechts bewegen? Daan, hoe zie jij de ontwikkelingen in de psychedelische onderzoekswereld de komende 10 jaar? Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb meerdere psychiaters ook in Nederland horen zeggen dat de kans dat ook de EMA, dus het Europees Medicijnagentschap, een dergelijke approval voor MDMA ook zou kunnen gaan geven. Die hebben het zelfs over 2 à 5 jaar gehad. Laat maar zien. En laten we gaan kijken wat er dan gebeurt. En inderdaad, het is wel een whole package deal. Het gaat niet alleen over MDMA. En in die zin vind ik de opiaatcrisis misschien juist een interessant voorbeeld. In Nederland kun je nu op verstrekking heroïne krijgen, terwijl heroïne nog steeds verboden is. Omdat we weten dat sommige mensen onder bepaalde condities, en dat is helemaal in de wet, er is een regeling heroïnebehandeling in de wet opgenomen, vastgelegd onder welke condities en voor welke cliëntpopulaties het mogelijk is om gratis heroïne van de staat te krijgen. Dus ik denk wel degelijk dat het Nederlands rechtssysteem mogelijkheden biedt om dit in de toekomst te doen. Maar een FDA en EMA approval is daarvan wel van groot belang. Yeah. Dankjewel. Kim. Ja, het komt er. De komende 10 jaar. hoe denk jij dat het psychedelisch klimaat therapeutisch gezien eruit zal zien? Ja, ik ben ervan overtuigd dat het goedgekeurd gaat worden. Wanneer, daar ben ik niet zeker over. Maar er gaat nog heel veel werk moeten verricht worden. Heel veel studies, therapeuten moeten opgeleid worden. Want eens dat het goedgekeurd is, moeten ook de gekwalificeerde personen zijn die het kunnen aanbieden. Natuurlijk. En dan hebben we nu vooral over MDMA? MDMA, die zit denk ik, die loopt voorop, omdat die zit al heel ver in het proces. Maar ik zie ook wel toekomst voor andere stoffen. Psilocybine is ook goed op weg, LSD misschien. Maar ik wil ook even, wat? Als je goed op weg zegt, dan klinkt het een beetje als een race. Zo, je hebt MDMA, die gaat heel lekker en dan psilocybine komt er een beetje achteraan. En jij gaat ook lekker dan. Ik ben ervan aan het genieten, jongens. Ja. Nee, maar en dan wil ik ook even onderlijnen. Ik denk niet dat het een wondermiddel gaat zijn. Ik wil het gewoon als standaardbehandeling in het rijtje van andere middelen. En dan was er nog iets en dat ben ik vergeten. Stefan. Ja, nou, ik denk dat die wens als behandeling, omdat ik inderdaad zelf ook weet dat veel psychiaters en verzorgers, die spreken mij daar ook over aan, daar erg in geïnteresseerd zijn. En we ook natuurlijk met het failliet zitten van de oudere generatie van antidepressiva en tranquilizers. Ik denk dat dat kan, mits er een... Maar dat gaat niet zomaar. Dan zal er niet alleen door artsen en onderzoekers, maar ook door andere mensen actief voor gelobbyd moeten worden. Maar ik denk dat je dan wel het grotere plaatje moet zien. Bijvoorbeeld, kijk, die dingen worden natuurlijk al heel veel gebruikt in allerlei underground therapieën.
En ook in religieuze settings, waar nu weer een grotere crackdown op is. Bovendien wordt de markt elk jaar overspoeld met analoge drugs die ook die werking hebben. En waarvan de politie en ook het Trimbos trouwens ons sterk voor tegenwaarschuwen. Ja. En die zouden wel eens roet in het eten kunnen gooien. Ja. Dus ik denk... eigenlijk denk ik dat een voorwaarde is ook dat we nou eindelijk eens naar een soort legalisering van die middelen. Of in ieder geval een betere regulering toe moeten. Kun je misschien heel even kort nog belichten wat nou een underground therapie is? Ik hoor die term een paar keer langskomen. Dat is van iemand die er geen toestemming voor heeft. Dus okay, je doet iets illegaals. En die, jij hebt geen toestemming om het te slikken. Als ik een MDMA geassisteerde psychotherapie thuis kliniek zou beginnen, dan zou dat een underground therapie zijn. Maar okay. We hebben het dan wel over therapeuten echt, die dat underground doen, denk ik. Ja, die noemen zichzelf dan therapeuten. Nou, toch? Ja, want dan vallen dat soort gradaties natuurlijk ook een beetje in het water. Nee, ik denk dat het een combinatie is. Gekwalificeerde mensen ook in dat netwerk zitten. Oké. Okay. Maar ook inderdaad, kwakzalvers. Ja, ik had voor Daan eigenlijk een vraag. Want dit is ook een vraag die ik veel hoorde voorafgaan aan deze editie van mensen om mij heen. Maken we eigenlijk geen nieuw probleem met psychedelica? Want psychedelica wordt natuurlijk gezien als echt een drug. En maken we niet door mensen psychedelica te geven een nieuw probleem als bijvoorbeeld een verslaving bij deze mensen? Of dat ze een te goede ervaring hebben? Geen idee. Maar dat maakt ook een beetje de taboe om het om psychedelica heen een beetje duidelijk, denk ik. Ik denk dat je hint op de vooroordelen die bestaan omtrent psychedelische drugs. Ja, daarom zeker. Benadrukte ik net heel erg sterk. Op het moment dat we dat dit soort therapie gangbaar wordt, heb je het over psychedelische medicijnen. Ja. Dus je hebt het over medicatie die wordt voorgeschreven. Het risicoprofiel van dergelijke medicatie binnen een klinische setting. Dus dan is er op de achtergrond een arts aanwezig. Er zijn twee ervaren psychotherapeuten die je begeleiden. Is zeer laag. Ja. En dit zijn ook middelen waarvan we weten dat ze geen craving oproepen in de gebruikers. Dat het verslavingspotentieel heel erg laag is. De cijfers van LADIS uit 2015 laten zien dat in heel Nederland 14 à 15 mensen zijn opgenomen met een LSD of psilocybine verslaving. Dat is 3 jaar geleden, maar die cijfers zullen niet heel erg veranderd zijn. Dat laat zien dat dit middelen zijn die zelfs op de recreatieve markt een laag verslavingspotentieaal hebben. Dat is door de tolerantie die wordt opgebouwd. Zullen we nog even snel een vraag uit het publiek doen? Hiervoor? We hebben nog 3 minuten, jongens. Tijd genoeg. En dan ook nog even zeggen, van jij zei van, ze mogen toch geen te goede ervaring hebben. Dat willen we net wel, want het is bewezen dat de goedheid van de ervaring, de piekervaring, belangrijk is in dat therapeutisch proces dus. Okay. We praten hier over wetenschap, maar het gaat ook over belangen. Die meneer daar, Rick Doblin, die wil de grootste monopolieleverancier, de enige monopolieleverancier worden van FDA-approved MDMA. Daar zoekt hij geld voor. Dat heeft hij aan mij gevraagd, persoonlijk. Maar aan heel veel mensen. Zijn bedoeling is, Rick Doblin is de big pharma. Dat wil zeggen met alles wat erbij komt. Van de MDMA. Dat wil hij. Dus de belangen waar we het hier over hebben, zijn heel duidelijk. Uw protocollen. Met 2 mensen erbij en zo. Zeg maar 4000 euro. Dat is precies wat meneer Griffith van Hopkins ook wil. Waarom? Omdat hij onze studenten een baan kan voorspiegelen als gelicentieerd psychotherapeut. Terwijl aan de andere kant hier 250 mensen zitten die allemaal bijna ervaring ermee hebben. Oh ja. Is dit een vraag? Sorry, we hebben nog 1 minuut, meneer. Dus als we de vraag een beetje kort kunnen geven, dan... Oké, nee, top. Dankjewel. Is het mogelijk om een therapie te patenteren? Want het patent voor MDMA is volgens mij verlopen, toch? Of is het... Volgens mij kan je het patenteren als totaalpakketje. Okay. Dat wel. Jongens, ook al een beetje open einde misschien, superveel besproken. Heel erg fijn dat iedereen er is gekomen. Daan, Kim, Steffen,
Heel erg bedankt allemaal. Een warm applaus graag. Ja, precies, daar ging ik naartoe, jongens. En mocht je hier nou zitten en denken, ik wil ook graag een discussie als dit organiseren. De Better Break als discussiepanel zijnde hebben we een open uitnodiging voor mensen die deel willen uitmaken van onze commissie. Dus spreek ons aan daarvoor of stuur een mailtje of een Facebook berichtje of iets anders. Dankjewel. Dankjewel allemaal. Thanks.